is vrijdagmiddag. We hebben de laatste uurtje weer doorstaan voor deze week. En vandaag organiseert KLG Venlo de afterwork barbecue voor zijn werknemers. Dus daar gaan we eventjes kijken. Goed, we hebben met z'n allen een kaartje geschreven. Dat ziet me echt niet blij, want dat is tegenwoordig zijn met 170 man hier. Dus, Goed, ik vind jullie niet zo voor pijn te gaan. We zijn de wijnkelder gegaan, dus een flesje ben ik in 93. Zo. Dus die moet je echt even bewaren, moet je dat weten. Dankjewel. En om op de toekomst verder te gaan. Dan hebben we z'n allen. Hebben we denk ik z'n allen gedaan. Ik doe die al deze avond. Dankjewel allemaal. Heel erg leuk. Ik had echt niet verwacht. Ik heb echt niet aan gedacht. Dat geloof ik nou geen mens, maar dat is echt zo. Sommige dingen ben ik best wel onnozel hoor. Ik houd 25 jaar vol. Er zijn er hier een paar bij die al langer dan 25 jaar hier zitten. Dus voor de rest met allemaal wat ik doe net, hè? Dan ga je uit blijven. Welkom, je mag zingen, hè? Ja, we hebben nog een zo, even wat diesel erin in België, zodat we weer door kunnen naar Noorwegen. Zoals je ziet wordt ook de tweede auto gelost. Deze heeft alleen paletten bij. Ik ben bezig met een brandoefening. Ik zit hier in een vrachtwagen op de binnenplaats van het terrein. Dus de bedoeling van de BNV is dat ze het hele pand, inclusief terrein, ontruimen en alle mensen naar de verzaalplaats begeleiden. Ik zit er nog steeds. De BNV'ers zijn al een paar keer voorbij gelopen. Ik zie wel een BNV'er rechts, chauffeurs uit de auto aan het halen is. Maar mij hebben ze nog steeds niet gevonden. Ik ben benieuwd of ze mij gaan vinden. Is het een oefening dan? Is het een oefening? Dat weten we niet. Misschien is het wel erg gedaan. Ik ben net wel gebeld door een BNV'er om te vragen waar ik was, want ze misten mij op de verzamelplaats. Hi everyone, my name is Richard. For those of you who don't know me already, I'm the new head of business development for KLG in China. Really happy to be on board and being part of this amazing team. From what I've already seen, we have a lot of interesting opportunities that we are going to explore. My name is Koen Cizo. I'm the Dutch Consul General in Chongqing, and I'm looking at the possibilities of logistics both through sea and inland for the Netherlands in the One Belt One Road initiative. So coming here to have a look at your operation, and thanks for having me. Because Chongqing and Xi'an and Chengdu, the three cities in my area, are all involved in the rail traffic to Europe and are looking to become logistic hubs, and we see the possibility to market the Netherlands as the logistic hub on the other side.